Voor PEC Zwolle was vrijdagavond de laatste wedstrijd van deze voorbereiding. En de ploeg van John van het Schip trof in het MEC 3-pak stadion SC Cambuur. En in eigen huis ging Zwolle fris van start. Sendler, met de bal op Van Polen. De combinatie met Mokhtar, Van Polen op Saimak, de middenvelder in tweede instantie op Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander haalt uit en schiet de bal prachtig binnen. En zo zet Thomas PEC Zwolle in de 8e minuut op een 1-0 voorsprong. En zoals vaker deze voorbereiding blijft PEC Zwolle op zoek gaan naar het doelpunt. Met Younes Namli vanaf rechts. Gaat de 16 meter binnen. De bal op Thomas. Ziet Ehizibe. De rechtsback met de voorzet. Saimak. Legt terug op Thomas. Maar dit schot gaat over het doel van Pieter Bos. En ook Cambuur komt aan voetballen toe. Met de lange bal op Xander Houtkoop. Houtkoop in duel met Kingsley Ehizibe. Houtkoop legt hem terug op Peersman. Peersman met de diepe bal. Wordt uitverdedigd door Dirk Marcellus. De bal voor de voeten van Ricardo Kip. Kip haalt uit, maar schiet net naast het doel van Diederik Boer. En zo is PEC Zwolle gewaarschuwd. Druk zetten van Partyshek. De bal wordt onderschept door Thomas. Geeft hem mee aan Namli. Namli met de steekpaas op Mokhtar. Younes Mokhtar. En de linksbuiten faalt niet en schiet de 2-0 binnen voor PEC Zwolle. Prima uitgespeeld door de ploeg van John van het Schip. Sendler. Vindt Younes Mokhtar. Mokhtar met een goede paas op Van Polen. De aanvoerder met de voorzet. De kopbal van Saimak. Komt de bal voor de voeten van Partyshek. En zo kan Piotr Partyshek zijn ploeg op een 3-0 voorsprong zetten. De tweede helft. Saimak. Met de bal op Younes Namli. De steekpaas op Ehizibe. De voorzet op Mokhtar. En Younes Mokhtar maakt zijn tweede van de avond. De 4-0. Bakker. Partyshek. De opening op Ehizibe. Het schot van Ehizibe. Maar de redding van de doelman van Cambuur. Een goed schot van de rechtsback die vaak mee opkwam in deze wedstrijd. De laatste mogelijkheid is voor SC Cambuur. Met de corner. Het schot van Peersman. De redding van Diederik Boer. En Ryan Thomas die verder uitverdedigt. En zo wint PEC Zwolle de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding met 4-0. We hebben goed gespeeld vandaag. Ja, gewoon heel goed gevoetbald en we kwamen er goed doorheen elke keer. Veel kansen gecreëerd en ja, we hebben goed gespeeld. Had je kunnen voorstellen toen jullie begonnen met deze voorbereiding dat jullie hem eigenlijk zo goed zouden doorkomen? Ja, ik keek naar de tegenstanders. Zijn natuurlijk tegenstanders uit de Jupiler League, geen Eredivisie tegenstanders. Dus ja, dat is wel een verschil vergeleken met vorig jaar. Maar ik denk dat we heel goed hebben gevoetbald deze voorbereiding. En deze lijn moeten we eigenlijk doortrekken. Belangrijk is nu dat we heel veel spelers hebben vandaag, of alle spelers hebben vandaag 90 minuten gespeeld. We hebben twee wedstrijden gehad, eentje om 1 uur vandaag en nu dan vanavond om 19:30. Dus de hele selectie is aan zijn trekken gekomen wat dat betreft. En ik denk ook dat er goed gespeeld is. Maar het zegt allemaal niks. Volgende week begint het en dan moeten we er staan. Maar het geeft wel vertrouwen. Het geeft een goed gevoel dat ze vandaag allemaal met elkaar die 90 minuten hebben volgemaakt op een goede manier. Als je zelf kijkt, je hebt ook je kans gepakt, hè? Centraal achterin. Ja, zeker. Ik heb tot nu toe alleen maar basis gestaan, behalve tegen Almere City thuis. Het gaat me goed af op links, dus... Ja, we zijn er blij mee. Je begon natuurlijk in juni met je voorbereiding, met je eigen visie, met je eigen spelideeën. Ben je verrast hoe goed het is opgepakt? Dit is natuurlijk nog steeds in een beginfase. En als je dan ziet hoe snel ze dat tot uitvoer brengen, dan geeft dat vertrouwen. Alleen het is wel zo dat je zoiets constant moet verder uitdiepen en erover moet praten en op moet trainen. Anders dan gaat dat natuurlijk weer wegzakken en dat willen we niet. We willen dat het zo blijft en beter wordt, want de tegenstanders worden ook alleen maar sterker. Dus er is totaal geen reden tot nu tevredenheid. Nee, het geeft vertrouwen, maar we weten ook dat het nog een heel lang proces is wat constant doorgaat.